ben Il Mago Pepe. Ik ben Lucane. Canabio. Gangs hiphop is ja, anders. Want we zijn ook anders opgegroeid. Ik vang twee vliegen en klap. Sample het op zo'n klep voor mijn volgende slag. Ik kijk vooruit. Haag geen oude koeien uit de gracht. Naar recht gezette zaken geschreven op een blad. Misschien wat parels voor de zwijnen. Maar niet voor mensen die wat weten over metaforen en rijmen. Voor sommige mensen is het nog altijd taboe, weet je. Zo van, hiphop is, er zijn negers met dikke kettingen en die rappen Engels. Mensen die kijken op naar... Naar sterren en zo. En, dat is maar gewoon een fucking imago dat ze verkopen. Die hoeven nog niet eens gangster te zijn om gangster te rappen. Je hebt tegenwoordig studio gangsters. Maar we rappen onze situatie en veel mensen kunnen zich in onze tekst ook herkennen. Zo. We spreken vanuit een ervaring zo. Wat de meesten meemaken, de meeste jongeren onder ons. Krab aan mijn gat, doe mijn ding om mijn duizendste gemak. Hetzelfde dat ik blaf, tenzij iemand wil testen. Maar meestal gaan ze in de musten, chillen en werken zich in de nesten. Opscheppen over wagens, moorden en wijven doen jullie niet. Nee, dus daar moet je ergens anders voor zijn. Kunnen we niet mee helpen. In Amerika moet je het zoveel mogelijk over big old butts en uw auto's hebben en de moorden die je pleegt. Rappen jullie ook over die dingen? Hier in Genk gebeurt een moord. Om de 10 jaar gebeurt er een moord of zo. Dus daar kun je gewoon niet over gaan rappen. Zo. En als je dat doet, ja, dan komt je gewoon niet echt over. Alles wat ik zeg, dat heb ik wel meegemaakt. Dus ik sta wel achter wat ik zeg. Ik heb geen big butt, ik heb geen money en bling bling. Een beetje misschien, maar... De basis van hiphop is ook tonen in je raps dat je beter zit dan iemand anders. En daarin gaat je gewoon bluffen. Veel mensen, ik heb het gevoel dat ze dat nog niet snappen, maar dat komt wel. Jim TV, how you doing? Look at reality. We be kicking it real raw, straight into the camera. Did an interview, you need an interlude. What the fuck, this is how we do. Yeah, we never miss once again. Op tv lijkt hiphop heel oppervlakkig, terwijl er veel meer is dan wat ze tonen op tv. Zo. Dat komt van veel verder en veel dieper. Iedere lijn die dop ik recht uit mijn bakjes. En ik ben zeker dat als ik fouten maak, de shit zelf strak is. Ik ben what the fuck is. Ik kom hardcore als death metal. Ik kom hardcore als rockers. Ik ga niet naar de kapper en ga er nu bij kappen. Yo, Genk, maak kabaal en zijn jullie allemaal wakker. Cheer, yo, yo. Hey yo, Genk, maak kabaal, zijn jullie allemaal wakker. Jazeker. 3600 voor jullie. Voor jullie. Merhaba Hadis. Ne kadar zamandan beri buradasınız? Al super, je kan Turks. Nee, ik heb hier een boekje. Aha, cheater. What I mean, chocolate sounds just like a dream. Milk Chocolate Girl gaat dus gewoon over het feit dat ik graag chocolade eet. Ik heb eigenlijk niet echt een boodschap met het album. Alle nummers zijn heel onvoorspelbaar. En ik hoop daar gewoon de mensen mee te entertainen. Sinds mijn 5 jaar zing ik al. En had ik eigenlijk al zoiets van, oh, ik wil zangeres worden later. En sinds Idool ben ik daar eigenlijk professioneel mee bezig. Ja. Ik heb dus een jaar voorbereiding gehad, vooraleer wij met Sweat eigenlijk op de markt kwamen. En daar ben ik echt heel blij om, want ik heb mezelf heel goed leren kennen als Hadis, als artieste. Ik vind Hasselt super. Ik zou hier echt willen wonen ook. Ja? Ja, later. Ik vind het hier gewoon heel gezellig. De mensen vind ik heel tof. Ja. Hoe ik mij op het podium gedraag en hoe ik eigenlijk ben, zoals ik nu met jou zit hier, zo ben ik ook in het gewone leven. Ik ben gewoon Hadis en ik zing en ik blijf Hadis. Beyoncé of Alicia Keys? Ja, zeg, stel me van die. Ik kan gewoon niet kiezen. Gewoon omdat ze allebei supergoed kunnen zingen. Hun nummers zijn ongelooflijk goed. En ze schrijven ook allebei zelf. En daar heb ik heel veel respect voor. Cowboys of Indianen? Cowboys. Dankjewel. Zeg, wat staan we hier eigenlijk te doen? Is het carnaval of wat?
Ja, 6 groepen, hè? Ja, 7 zelfs. Oh, 8. Oh. Een jodelaar. Een jodelaar. Op een festival. Als dat niet alternatief is. Oh ja. Festival alternatief. Op 10 december. In Club 9. In Koersel. Get it some more. I wanna get it some more.